Ben Verbong is de regisseur van Het meisje met het rode haar. Een film over het verzetswerk van Hannie Schaft. De Haarlemse studenten die haar strijd tegen nazi's en landverraders met de dood moest bekopen. René Soutendijk speelt in de film de rol van Hannie Schaft. Die 22 jaar was toen ze zich in 1943 aansloot bij het verzet. Waarin ze gelijkgezinden vond in de zusters Truus en Freddy Overstegen. Geregeld bezoeken deze nu de erebegraafplaats in Bloemendaal, waar Hannie Schaft na de oorlog werd begraven. Truus zegt over haar vriendin. Hannie was een heel bescheiden iemand. Die donders goed wist waar ze mee bezig was, omdat het een goed antifasciste was. Zo zijn er zoveel onder ons geweest. Hele aardige vrouwen die ook daden hebben moeten doen die niet bij hun leven pasten. Ze hadden geen andere keuze in een tijd waarin de fascisten in Europa de baas waren. De sfeer van die tijd werd even teruggeroepen op het station in Haarlem voor de filmopname. In deze scène geeft een Nederlandse verrader een landgenoot bij de Duitsers aan. Hannie Schaft en de verzetstrijder Jan Bonenkamp kijken toe. Er begint in de trein een verhaal over moffen en iedereen die erop ingaat wordt hier opgepakt. In de film, die in september in première gaat, is een belangrijk moment de scène waarin Hannie Schaft, geholpen door Jan Bonenkamp, de verrader neerschiet. De makers van de film hebben niet de werkelijke gebeurtenissen willen volgen, maar een mentaliteit willen reconstrueren van waaruit mensen tot dergelijke daden konden komen. Freddy Overstegen zegt daarover. Dat leer je zomaar niet schieten. Dat ziet er allemaal op films erg mooi uit, maar in werkelijkheid is het erg moeilijk. Dat je dergelijke ellendelingen uit de weg moest ruimen, dat was noodzaak. Want als je dat niet deed, dan kostte dat meer mensenlevens dan zo'n ene ellendeling die je uit de weg moest ruimen. De Duitsers maakten fel jacht op de drie vrouwen. Hannie Schaft verfde daarom haar rode haren zwart en zette een brilletje op. Toch werd ze gepakt bij een doorlaatpost als deze. Met een tas vol illegale kranten en een pistool. De wraakzuchtige Duitsers fusilleerden Hannie Schaft, 24 jaar oud. Op 17 april 1945, vlak voor de bevrijding, in de duinen bij Overveen. Na de oorlog werd Hannie Schaft onder overweldigende belangstelling herbegraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal, te midden van honderden andere verzetstrijders. Herdenken van Hannie Schaft, alle herdenkingen over de tijd van het fascisme, die zijn voor ons nog levende medewerkers van Hannie erg belangrijk, om de doden eenvoudige reden. Alert blijven tegen fascisme is zo belangrijk, is zo'n groot gegeven, dat we dat graag de jeugd door willen geven. De rechtvaardigheidsgevoel heeft het tot zo'n verzetstrijdster gemaakt. En niet de hardheid. Hannie was helemaal niet hard. Hannie was een heel aardig, heel vriendelijk, zachtaardig type. Precies 100 jaar geleden werd de Dom van Keulen voltooid. Het voorplein van deze kathedraal is in de laatste tijd het domein geworden van vooral die Keulse jongeren die zich in hun vrije tijd op rolschaatsen voortbewegen. Rollerskating, niet meer op stalen, maar op kunststofwielen, heeft bezit genomen van de Duitse jeugd. De uit steen gehouwen heiligen kijken dagelijks neer op jongeren die een grote vaardigheid hebben ontwikkeld in het ontwijken van de talloze wandelaars op het Domplein. Toch blijkt alleen maar rondjes draaien ook niet alles te zijn. Rollerskating. De Keulse Dom zal ook deze rage wel overleven. Aan een internationale wedstrijd voor vierspannen in de bossen bij het Brabantse Deurne nam onder andere de bekende Tjeerd Velstra deel. Een vierspanwedstrijd is rijden met vier paarden voor een rijtuig. Dan is de meest interessante fase is dus de marathon. De marathon is een traject door de bossen en weilanden en tussen de bomen door. Dat is ook altijd een heel interessant object, omdat het eigenlijk afstamt van het systeem. Dat je een keer van de route af moest vroeger met de rijtuigen, omdat er een boom over de weg gewaaid was en dergelijke. Daar is het eigenlijk aan afgeleid. Velstra had het voordeel dat hij deze omgeving bijzonder goed kent en eigenlijk dus een thuiswedstrijd speelde. Al had ook hij op de in het terrein gebouwde kunstmatige hindernissen niet mogen oefenen. Go
De kunst van het vierspanrijden is dat je die paarden alle vier gelijkmatig kunt laten werken. Het vraagt veel tijd en veel oefening dat die paarden dus ook gehoorzaam reageren op hetgeen wat je van ze verlangt, zonder dat ze in paniek raken. Als, zoals hier, de paarden zich vastlopen en je kunt ze weer in de juiste koers krijgen zonder af te stappen, dan ontloop je daarmee strafpunten. Velstra voerde zijn vierspan op feilloze manier over het moeilijke parcours. Het enige risico wat je loopt is dat je wagen kapot gaat. Verder lopen die paarden gewoon over vlakke paden en tussen de bomen door. Maar dat niet alleen. Behalve de bospassages is er ook altijd een zogenaamde veldschuur, waar de equipes liefst zonder haperingen doorheen moeten. De meest spectaculaire hindernis is altijd het bosvennetje. En ook hier slaat het span van Velstra zich er fraai doorheen. Het aanwijzen van de winnaar kostte de jury weinig moeite. Het werd Tjeerd Velstra, die later filosofisch opmerkte dat als paarden hun eigen kracht zouden kennen, ze ogenblikkelijk zouden ophouden met werken.